Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuw filmpje van debijrijder.eu. Op dit moment fiets ik in Dokkum, in het prachtige Friese Dokkum. En tijdens het becommentariseren van dit videoclipje is Florian bij mij en die kijkt dus tegelijkertijd met mij mee waar ik allemaal langs fiets. Het was vandaag 12 juli 2020 en het was een mooie zomerse dag en het werd ongeveer 21 graden vandaag. Dit was de eerste keer dat ik hier op de racefiets langskwam en ik vind dit maar een slecht fietspad. Het hobbelt vreselijk, er zitten veel gaten in en er mag nodig wel eens tijd en energie aan besteed worden om dit fietspad weer beter begaanbaar te maken. Ik fiets dadelijk naar het centrum en door het centrum van Dokkum. Maar voordat ik daar ben, moet ik eerst nog, over dit fietspad. Langs de Woudweg. Ja. Dit is de Woudweg. Ja. En dan kom ik zo meteen bij een rotonde. En daar moet ik dus even goed uitkijken. Ja. En bij de rotonde is ook de BP benzinepomp. Voor mij aan de rechterkant nu de BP benzinepomp. En dan fiets ik nog steeds op de Woudweg. En dan fiets ik duidelijk over de Woudpoortbrug. En aan de rechterkant voor de brug staat Hotel Van der Meer. Een bekend hotel hier in Dokkum, hier aan de rechterkant. En dit is de Woudpoortbrug. Met mama. Nee, hier ben jij al een keer geweest met papa en mama. Toen waren wij hier lopend, kijk. En nu fiets ik in het centrum en aan de rechterkant is het water. Ja. En hier ga ik over de brug. En nu wist ik even niet waar ik heen moest, maar ik ging er rechtdoor. En dan fiets ik zo de winkelstraat in. Ja. Dit is dus de winkelstraat. En aan de rechterkant de Hema. Hier is de Hema. Jullie zijn het uit. Ja. En dit is de Waagstraat met de Intertoys speelgoedwinkel daar net rechts. Ja. En dan ga ik hier links. En dan kom ik op de Grote Breedstraat. Met hier aan de linkerkant terrasjes. En hier aan het eind ga ik ook weer rechtsaf. En dan kom ik op de Korenmarkt. Dit is de Korenmarkt. Ja. Ja. Ja, hier gaan we weer rechts en dan kom ik op de Oostersingel. Ja. Dit is de Oostersingel. Ja. Nou, en als je dit een leuk filmpje vond, door Dokkum heen fietsen, kijk dan op www.debijrijder.eu, want daar vind je nog veel meer filmpjes. Tot ziens!